Hey dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik iets super tofs doen. Ik ken namelijk 100 verschillende YouTubers. En je bent pas een YouTuber in mijn optiek als je boven de 1000 abonnees zit. Een compliment geven. Dit kunnen ook kijkers zijn die ook YouTubers zijn. Maar dit kunnen ook voor verschillende YouTubers zijn. Echt boven de 1000 abonnees. YouTubers waarmee ik dichtbij sta, et cetera, et cetera. Maar voordat wij verder gaan, laat even like achter. Kunnen we voor de 100 likes gaan? Want als wij de 100 likes halen en 100 verschillende kijkers als comments. Dus ja, 100 verschillende kijkers. Dan maak ik ook een editie dat ik 100 verschillende kijkers een compliment gaan geven. Dus je weet waar je het voor doet. En vergeet even niet te abonneren met het belletje aan. Als je dat doet, dan ben je net strijder. Dus ik zou je als tip meegeven, vergeet even deze video niet te delen. Want onder deze video ga ik kijken welke kijker ik een compliment ga geven. En ik denk dat de hoogste tijd is om eigenlijk te gaan beginnen met de video. Dus let's fucking go. De eerste YouTuber, Sophie Milzink. My dream girl. Lekker wifi, even serieus. Maar dat is niet het enige. Ik vind dat ze echt super lekker bezig is met haar content. Ik lig er altijd gewoon strijk om die video's, wat ze allemaal maakt. Ja, echt een top wifi gewoon. Nog steeds mijn favoriet. En ik hoop dat ik je nog een keer mag zien op de Dutch YouTube Gathering. En dat ik nog een keertje met jou kan trouwen. Of dat gebeurt, dat is maar net de tweede vraag. Maar ja, dat zullen we nog wel zien. Leslie, oude vriend van mij. Nog steeds een vriend van mij. Ik hoop dat je binnenkort gaat beginnen met YouTube. Want jouw roze video's, damn, goede kwaliteit. En niet alleen maar dat. Ook al is maar 720p. Maar hey, weet je, dat maakt geen reet uit. Ik vind het leuk dat je het in ieder geval doet. En ja, jij bent ook nog steeds de clickbait master. En dat zal je ook wel zo blijven. Enzo Knol, oude vlogger van mij. Je had misschien een rotte jeugd, maar kijk even waar je nou staat. Je hebt meer dan 2 miljoen abonnees. Je gaat dik. Je vlogs, ja, weet je, veel mensen kijken nog steeds naar. Je houdt goed vol, weet je. En je views die stijgen op een of andere manier toch wel. Ook al zeggen mensen van niet. Hij haalt nou gemiddeld ongeveer 400, 500.000 views binnen. En dat was eerst 200.000, misschien 100.000. Dus je bent degelijk wel gegroeid. Ook met je tweede kanaal, Enzo Knol 2. Ik hoop dat jij je kijkers lekker kan blijven entertainen met Fortnite, maar ook met andere games. Het zou tof zijn als je het allebei een beetje combineert. Stuk TV, jullie ook. Van harte gefeliciteerd met de 2 miljoen abonnees. Jullie hebben echt verdiend. Jullie zitten bij Talpa. En ik vind dat jullie een van de beste kanalen van Nederland zijn. Qua kwaliteit. Sophie Milzink is mijn favoriete YouTuber. Maar jullie kanaal vind ik toch wel beter. Eerlijk is eerlijk. Ook al zit Sophie Milzink bij Concentrate. Dan maak je een reet uit. De kwaliteit die Stuk TV plont. Damn. Dat is echt gewoon pure liefde. Ik kan er gewoon naar kijken. Echt super chill gewoon. Het Schaapkanaal. Ook een goede vriend van mij. Hij woont vlak bij mij en dat is hartstikke chill. Misschien maak je niet altijd even goede kwaliteit. Gozer, je bent een goede vriend van mij. Ik hoop in ieder geval weer dat jij gewoon je video's maakt en je livestreams kan maken. Waar de kijkers echt naar kunnen kijken. Want ja, misschien gaat je kanaal dan uiteindelijk toch weer omhoog. Wie weet. Maar waarom kun je altijd dingen als eerste uitproberen? Zoals stories, community tab. Daar ben je altijd wel weer de eerste mee, hè? Even serieus. Maar dat maakt niet uit, ouwe. Siri, damn. Siri, ik ben een tijdje editor. Maar altijd als ik een video van jou kijk, ik ga er altijd helemaal stuk om. Hoe jij van Clovis van die roost of iemand anders. Altijd de grappen die bij bedacht worden. Sommige grappen zijn best origineel. En ik weet dat het dan maar geen haat is, maar als het wel haat is, doe het alsjeblieft niet. Zorg in ieder geval voor dat er gewoon wat humor achter zit. En ja, dat doet hij ook uiteindelijk dus. En soms edit ik er wel eens een video voor. Nice. Soms is het ook compier omdat ik het leuk vind om te doen. Dus ja, waarom niet? Gielijke, oude editor. Je gaat dik houden met die reactievideo's. Die het laatste ook wel wat minder maakt. En leuk dat je in ieder geval van veel YouTubers edit. Je edit voor bepaalde YouTubers. Ik weet niet of ik het mag zeggen, dus daarom hou ik het eventjes stil. Ook jij gaat dik. Net als Stef. Stef gaat ook dik met zijn biertjes. Het is mijn favoriete alcoholist aan het worden, als ik deel mag geloven. Ook al drinkt alleen maar bier. Dan ben jij nog geen alcoholist in mijn optiek. Maar hey, je drinkt het. Gewoon lekker doen. En daarnaast, je gaat ook gewoon lekker dik op je YouTube kanaal. Alleen, ja, je hebt wel kindertjes van 14 ertussen zitten of 12-jarige kinderen. Zit je op Twitter en dan zeg je, we gaan dik. Met bier en alle andere alcohol shit in je handen. Goed voorbeeld voor de kijkers. Dan weet jij in ieder geval wat de 12-jarige kijkers moeten drinken. Neem het nou gewoon. Ik weet niet wat ik anders zou moeten zeggen, maar oké. Okay. Tigootje met zijn groene profielfoto. Ook jij gaat dik. Dan maken we weer een parody. Dan maken we iets anders geks. En je edits altijd on point. Net als bij mij. En natuurlijk ken ik jou ook van de treinmeeting. Echt, je gaat ook wel hartstikke dik daar zo. Maar niet alleen maar op de treinmeeting. Maar ook gewoon op YouTube. Tenminste, dik genoeg in ieder geval om de 19k aan te tikken. Ga jij dit jaar nog de 20k aan tikken? Wie weet. Dus daarom zeg ik eventjes in ieder geval, als jij Tigo de 20k gunt, abonneer dan even Tigotje. Mitchell Gamaniacs, jou ken ik ook nog wel. En je bent misschien wel gestopt met YouTube. Maar ook jij zit altijd boven de 1000 abonnees met Anthony. Of het nou legit of niet was, je zit er alsnog gewoon dik boven. Ook al was het niet legit. Ouwe, je bent gestopt met YouTube. Maar ik vind het super tof dat je nog wel mijn video's support. En ik lees altijd je comments. Nice om te zien in ieder geval. Blijf het gewoon lekker doorzetten. En dan ja, komt wel goed. Hetzelfde geldt bij Anthony. Oké, misschien support hij niet meer altijd. Maar hij ging ook altijd wel dik op YouTube kanaal. En hoe je nu al bezig bent met fitnessen. En dat geldt trouwens ook voor Mitchell. Jullie gaan allebei dik. Nou ja, dik. Anthony, je was dik gegaan vroeger. Maar die tijd is voorbij. Je hebt wel echt een goede transformatie gehad. En ik zou zeggen, zet het zeker weten door. Dagelijks AD. Ik wil fietsen 2.0. Dat was oprecht een dope nummer. Ik vind dat het kanaal ook nog steeds super dik gaat. En ook, ja, over de editor. Maar daar kom ik zo meteen eventjes op terug. Jullie gaan echt super dik. Jullie hebben een leuke groep. Dus ja, zeker ze doorzetten. En daarbij, Jeremy. Leuk dat je reactievideo's maakt. Ik maak
maak zelf ook. Hoi, aangenaamd, ik ben Delano. Zullen we een keer samen een video opnemen? Ik vind dat je lekker dik gaat. Jer Army. Ik kan het niet eens nadoen. I the fucking care, man. Okay. Ik had misschien editor van Jeremy kunnen worden. Tenminste, Tigeltje had toen de tijd mij nog aanbevolen. Maar Jeremy had al iemand anders gevonden. Maar ja, het, in ieder geval bedankt daar nog steeds voor Tigeltje. Het zou chill zijn als het er uiteindelijk wel iets van gekomen is. Lantefanters, a.k.a. Jordi en Timo. Nu hoor ik Timo eerlijk gezegd niet heel vaak. Maar Jordi, ook jij gaat weer eens dik. Super chill om te zien dat je ook gewoon achter de schermen zit bij Dagelijks AD. Je bent altijd de editor van Milan. En ik vind het ook nog wel leuk dat je met kleine YouTubers omgaat. Je verandert er gelukkig niet door. En ook altijd leuk dat jullie gewoon lekker samen kunnen werken. Met het hele groepje en heel die mikmak. Daniel Doorwakkers, a.k.a. DutchTube 2.0. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Maar ga maar lekker zo door met je spookverhaal. En dan komt het vanzelf wel goed. Ninjax, trouwe supporter. Ze probeert altijd mensen zoveel mogelijk te motiveren. Om het even heel eerlijk te zeggen. Ze is voor een bepaald publiek toch zeker weten een inspiratie. Ze is altijd overpositief. En ik denk dat het wel goed is voor haar kanaal. Ze is nog jong. En hierbij kan ze ook nog jonge kijkers supporten. En inspireren. Jonafant, gozer, even serieus. Probeer niet te stoppen met YouTube. Hou het gewoon lekker vast. En ga gewoon lekker door met je kanaal. Ik weet, je zit af en toe in een dip, maar alsnog, kijk even naar je views. Er is niks mis mee. Blijf doorzetten, want uiteindelijk krijg je toch wel spijt van, ja, stel ik heb nog niet doorgezet. Waar was ik nu dan? Snap je? Dat soort dingen kun je ook uiteindelijk aan denken. Dus gewoon doorgaan met je YouTube kanaal, ook gaat een keer minder, want als je een keer stopt en je bedenkt je later terug te keren, kun je er echt spijt van krijgen, want wie weet is je kanaal ineens een stuk inactiever. Gewoon doorgaan met je kanaal houden, dan komt het wel goed. Mr. Puck, a.k.a. onze oude zeikert van YouTube. Nee, ik snap het wel. Hij is wel geïrriteerd vaak onder YouTube bugs die er zijn. Probeer ze gewoon te negeren. Ik probeer het nu ook. En ga gewoon lekker door met je kanaal. En dan komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. Studio Lara. Je sketches zijn goed genoeg voor een bepaald publiek. Dus blijf gewoon lekker sketches doorzetten. En dan komt het ook bij jou weer wel goed. Maar zit je nou echt in de Studio Lara? Of wat moet ik er nou passeren? ADHD Power. A.k.a. Jeremy 2.0. Probeer je nou serieus Jeremy na te doen? Ga gewoon lekker door met je kanaal, gek. Probeer je ook niet af te laten leiden door YouTube. Je maakt reactievideo's net als Jeremy. En ik zie je nog steeds als de oude Jeremy 2.0. Besef wel dat je er uiteindelijk iets mee hebt bereikt. PlayingGamesNL. Ook jij bent een editor van veel YouTubers. Je bent altijd hartstikke aardig tegen iedereen. En je gunt ook andere mensen. Dat vind ik super dope om te zien. Ook jij weer, oude Minecrafter. Jij gaat gewoon lekker en je gaat dik. Ga gewoon lekker zo door. Voor de mensen die denken, waarom komen sommige complimenten een beetje bekend voor? Ja, moet ik er anders over zeggen, weet je. Karsten, gekke Minecrafter. Ook jij, positieve guy. Saxofoon dude. Ik weet niet hoe je saxofoon speelt, maar het zal vast wel goed zitten. Want ja, je speelt er niet voor niet. En daarbij gooi gewoon server weer open en ga gewoon lekker door met je kanaal. Maak je niet gek en hou jezelf ook niet tegen, alsjeblieft. Game meneer. Ja, wat kan ik daar eigenlijk over zeggen? Ook jij gaat weer een super dik. 1 miljoen subs. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Dat vind ik echt een super mooie mijlpaal. En ik vind het super mooi om te zien dat veel YouTubers de laatste tijd ook de 1 miljoen aantikken. En het gaat alleen maar vaker gebeuren. Super mooi aantal. Torkan als gamer. Oude Fortnite. Ik heb hem trouwens een keer in het echt gezien. Ook jij, je gaat dik. Super aardige dude. Ik zou nog een keer met zijn opname hadden gestart. Maar dat is allemaal niet meer doorgegaan. Maar hey, dat maakt niet uit. Je gaat gewoon nog steeds lekker. En ik hoop dat je gewoon lekker gewoon de draad blijft oppakken. En gewoon door blijft gaan. Meer kan ik ook niet over zeggen trouwens. Dus David Games, ik ben je editor. Maar ook jij. Ik vind dat jullie video's in ieder geval nog leuk genoeg zijn om te kijken. En je bent creatief. Alleen wel een tip aan jou. Probeer je creativiteit vast te houden. Ideeën die je hebt, probeer ze uit te voeren. En niet alleen maar in je hoofd te houden. Dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Want als ik bij jou ben, ik zie altijd die creatieve David. Ik zie jou als een creatieve dude. Als ik bij jou ga chillen, heb jij altijd hele creatieve ideeën. Maar maak er zelf ook gewoon gebruik van, weet je. En probeer ook gewoon iets aan jezelf te denken. Als je dat doet, lekker bezig, gek. A.k.a. de vader van YouTube. Revé, super aardige vrouw. Oftewel de vrouw van David. Ze is ook weer net begonnen met YouTube. Maar hey, ze gaat ook weer dik. Ze heeft trouwens weer een nieuw kanaal. Dus ja, abonneer ook eventueel op haar. Ik zou eens kijken of ik een linkje van haar in de beschrijving kan zetten. Ik moet 100 linkjes zo meteen in de beschrijving zetten. Damn. Maar dat komt wel goed. Jaden, oftewel het kindje van David. Super lief kindje. Ik heb hem eens een keer in het echt gezien. Damn. Daar mag je echt trots op zijn, David en Revé. Je mag trots zijn op jullie kind. Want ik weet zeker dat het misschien later ook wel een YouTuber gaat worden. Of een YouTubertje. Ik weet niet wat het wordt, maar we zullen het allemaal wel zien. Straks hebben jullie trouwens Jaden die de Minecraft server in één keer overneemt. Wie weet. De King77L. Yo. King Alert! Ja, deze dude is ook nog steeds fantastisch. Ik vind het altijd leuk om het nieuws te kijken. Dan hoef ik niet de hele video te kijken wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld een Enzo Knol vlog. Daar ben ik wel even bezig om te kijken. Nee hoor, als King Alert komt, is het eventjes gewoon de video kijken. En dat is allemaal in 10 minuten. En in 10 minuten zitten er een paar van die korte samenvattingen. Die toch wel interessant zijn om te kijken. Hij heeft niet voor niets een hele hoge watchtime. 70 tot 80% heeft hij wel eens van mij verteld. En ook ik heb als een keer één video voor hem geëdit. Ik vind het echt een hartstikke chille dude. Hetzelfde geldt bij Fishinator NL. Ik heb ook gewoon goed contact verder met hem. En ik weet het. Je wilt nog een keer met me opnemen. Gozer, contacteer mij. En wie weet heb ik ooit nog een keer een plekje vrij om ook een keer een opname met jou te starten. Ik vind het ook in ieder geval leuk om te doen. Ik weet dat jij dat graag wilt. En ik zou het zelf ook wel leuk vinden. Dus als jij weer een keer een opname wil starten, stuur gewoon even een berichtje en dan komt het wel goed. Q-movies. Creatieve guy, uniek,
en origineel. Ga echt serieus door met je content, want je edits zijn echt on point en je bent ook gewoon creatief. Je kunt er in ieder geval echt om lachen. Alleen één tip, probeer in ieder geval niet altijd te moeien met sommige YouTubers, want sommige zaken hoor je dan weer net niet thuis, maar verder niks aan alles. Je gaat dik. Sophie Oesri, ook bij jou. Je gaat ook lekker op je YouTube kanaal, maar niet alleen dat, ook al met alle andere samenwerkingen die je hebt gekregen uiteindelijk. Je groeit als een gek. Jeroen van Holland, wat moet ik daarover zeggen? Lang geleden heb ik al eens een keer een sketch van jou gekeken. In ieder geval, je bent wel goed bezig en ik denk dat je voor veel jonge kids ook een inspiratie bent. Voor mij niet, maar voor heel veel jonge kinderen zeker weten wel. Want je gaat al dik, maar wie weet ga je uiteindelijk nog dikker. Bij Marije Zuurveld heb ik een beetje hetzelfde als bij Jeroen van Holland. Alleen bij jou is het misschien meer het vrouwelijke karakter en je gaat ook nog steeds lekker op je YouTube kanaal. Ik heb al eens een paar sketches van jou gekeken toen je ongeveer nog met op de 20.000 abonnees zat. Serpent Gameplay, ik heb wel respect voor jou gast. Ten eerste, je blijft echt bij je content. Dat zie ik bij vrij weinig YouTubers. En daarbij, het maakt je geen reet uit wat je views zijn. Je doet ook een universiteit opleiding daarnaast. Ik heb zieke respect voor jou. Je maakt letterlijk overuren voor je YouTube kanaal en voor je opleiding. Ga zo door. Marcus Vlogs, a.k.a. onze meme in de YouTube Nederland. Damn, nice om te zien. En Marcus Vlogs maakt altijd van die grappige parodies of weet ik voor wat. In ieder geval super tof om te zien. Just Nicolas, onze King Alert 2.0. Hoeveel nieuws ga je uiteindelijk nog uitbrengen? Ik vind het leuk om te zien. En ik zie wel dat je leert van je fouten die je hebt gemaakt. En dat vind ik eigenlijk alleen maar positief. Yunagis. Allee, je bent lekker bezig, gek. Wanneer gaan we nog een keer samen opnemen? Ik heb je wel eens een keer op de bydays gezien. We hebben elkaar uitgebreid gesproken. Je bent oprecht een chillen dude. En ik denk als ik met jou uiteindelijk een keer ga chillen, dat we zeker weten een klik hebben om een video op te nemen. Hetzelfde bij Acid trouwens. Acid, je hebt mij geroost. Was ook een keer bij Yunagis zo. Waarom moest je mijn parody uitlachen? Vind ik helemaal niet leuk hoor. Oké, grapje. Nee, ik vond het juist fantastisch dat je dat deed. Ik kon er echt stuk om gaan. Damn, jouw content. Ik vind het echt super leuk om te kijken. Ik vind het sowieso leuk om memes te kijken. En dat soort content wat Acid maakt. En hetzelfde bij Yunagis. Allebei gaan gewoon lekker door. Die Tim, welkom dat je kijkt gast. Ik vind het leuk dat je ook naar deze video kijkt, als het in ieder geval het geval is. Je bent zo veranderd. Ik vind dat je echt heel erg positief veranderd bent. En ik zweer het, ik hoop dat je de draad blijft vasthouden. Bij jou gaat het ook helemaal goed komen. Geen zorgen over te maken. Famke Louise, Famke Louise, Famke Louise. Oh nee, we zeggen Armo. Wat ik ook Famke Louise wil zeggen. Ik ben super trots op jou, hoe je met je muziek bent omgegaan. En hoe je het uiteindelijk voor muziek maakt. Ik vind je super sterk. Je hebt echt een super sterk karakter. En ja, daar mag je echt serieus heel erg trots op zijn. Want zie maar eens iemand anders uit Nederland te vinden die uiteindelijk tegen zo ook erg haat kan en die gewoon doorgaat. Famke Louise heeft echt wel gemaakt in de scene. Je kunt zeggen over wat je wilt, maar ze maken het wel. Armo, weet je, misschien jammer dat je een fake periode hebt gehad, maar waar we wel trots op kunnen zijn is dat je uiteindelijk toch een samenwerking met 6ix9ine hebt gehad. Of het nou goed is of niet, daar ga ik niet over oordelen. Maar weet je, respect, kijk, ik bedoel, zie je dat al iemand in Nederland doen? Ik zie zelf dat Boef binnenkort een samenwerking wil hebben met de wereldster. En Armo, je hebt het gewoon geflikt. Laat je die gek maken door ons, of laat je gewoon überhaupt die gek maken door mensen. Je hebt het gewoon geflikt, oké? Okay? Quifines, een dood kanaal misschien, maar hey, dat maakt geen reet uit. Ik vind gewoon dat je nog steeds lekker bezig bent met je YouTube-kanaal. Waarom zeg ik dat zo vaak? Het is echt een stopwoordje geworden. Apollo, bedankt voor je shout-out. Ik kan er echt vrij weinig over zeggen, maar leuk dat je een shout-out hebt gegeven. Maar waarom heb jij je Instagram-account veranderd naar Wilco Privé? Je bent geen Wilco, je bent nog steeds Apollo, oké? Okay? Egbert! En dan heb je het over de Leslie Egbert. Waarom ben je zo'n debiel? Maar wel een grappige debiel, dus ik kan er altijd wel om lachen. Beer, maar wat was jij een savage, gek? Ik vond echt geniaal hoe je mensen aan het roosten was. Ook een stopwoordje, zeg wat denk je wel niet, bla bla bla. Fantastisch. Tempest, ik heb wel eens een keer met jou een video opgenomen. Je bent echt een strijder, je bent echt een gunner. En daarbij, ik vind het super tof hoe jij bent veranderd. Je bent positief veranderd. En dat ook best wel in een snelle ten opzicht. Je maakt niet straat interviews, maar houd het gewoon lekker vast. En dan komt het wel goed. Peter Hoefnagels, onze oude docent. Tenminste, niet mijn docent, maar een docent op YouTube. Ook jij. Je maakt leuke video's en ik denk dat je zeker weet een bepaalde doelgroep mee kan inspireren. Ook wel hoe je voor de klas staat, fantastisch. Dylan Hagens, jouw sketches zijn nog steeds on point. Je maakt ze al jaren, 1 keer per week. En je hebt altijd een bepaalde top 10. Maar wel echt een goede top 10. Die zeker weten goed bekeken worden. Gio, gast, hoeveel auto's ga je nog kopen? Hoeveel huizen ga je nog kopen? Hoe vaak kan je geld nog laten zien? I don't care, je hebt het wel echt geflikt. En ik vind dat je daarmee nog steeds lekker bezig bent. Pekies, het is een nieuw nummer voor jou. Maar voor veel mensen zeker weten een lekker nummer. Hanwee, hetzelfde bij jou. Je gaat hartstikke dik. Ook jij komt vaak met leuke top 10 lijstjes of in ieder geval iets. Camera kwaliteit, damn, die is echt on point. Mega scherp gewoon. En ik weet dat je bent bevriend met Gio. Ga gewoon lekker door. Sjaak, oftewel Shaquille Polak. Ja, jammer dat je een beetje stopt bij mijn YouTube. En misschien weet je niet altijd wat je aan moet met je kanaal. Maar als je gewoon door bent gaan, komt het allemaal wel goed. Maar je bent nog steeds een Twitch streamer, neem ik aan. Ik heb je al heel lang niet meer gevolgd. Maar in ieder geval lekker bezig. Volgens mij was je wel een van de professionele Twitch streamers. Tenminste, dat weet ik even niet. Maar dat is wel wat ik had begrepen toen de tijd. Alleen je YouTube kanaal. Ja, ik weet niet of je daar iets mee gaat doen. Als je op Twitch al dik genoeg gaat, heb je YouTube helemaal niet nodig, gek. Royalistic, jouw bereik.
Well done, dude. Ik vind dat je echt gewoon lekker bezig bent met je Fortnite-video's en Fortnite-streams. Niet mijn doelgroep die je gaat aanspreken, maar zeker weten van veel kinderen. Lekker bezig. Leuk Jansen. Ik weet niet of ik je naam goed zeg. Sorry. Of lui, of weet ik het. Ik weet echt niet hoe ik je naam uitspreek. A.k.a. reclames get wrecked. Damn, jij maakt ze wel goed, man. Je rekt ze allemaal gewoon. Get wrecked, bitch. Maar jouw intelligentie met sommige dingen zijn wel super tof. Alleen probeer wat minder hatelijk te doen naar sommige YouTubers. Dan komt het allemaal wel goed. Extreme Rides One. Je bent een van die vierwerk dudes. En ik vind het altijd grappig hoe je uiteindelijk gewoon de wet probeert te dissen. Maar je doet het altijd wel op een leuke manier. Super tof kanaal. Blijf gewoon lekker vierwerk gaan steken. Hetzelfde geldt bij Pyrofreaks. Alleen hij steekt ze af. Creatief kanaal. Zijn lekker bezig. Ga zo door. DutchTuber. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Je maakt veel video's. Maar naast dat, je maakt ook zeker veel geld. Je komt altijd met leuke concepten aan. En ja, voor sommige mensen is het zeker weten leuk om te kijken. Niet mijn doelgroep. Maar de doelgroep die je aanspreekt. Super dope, ouwe. Jeyoon. A.k.a. onze Snorlax. Ik was voor het laatst in het park en ik zag ineens Snorlax liggen op route 12 of route 13 of route 11. Ik weet niet waar Snorlax ligt, maar Jeyoon, word alsjeblieft een keer wakker. Nee, super tof dat je met DutchTubers samenwerkt. En je had ook een YouTube kanaal waar je ook wel lekker op ging. Maar volgens mij ben je DutchTubers een manager. En die weet, je doet het goed. Ties! Jij gaat ook lekker. Gielik is ook wel Ties 2.0. Gaat lekker houden. Probeer niet te veel te focussen op je dode kanaal. Wel goed dat je uiteindelijk er iets over hebt laten horen. Maar als je het maar één keer doet, dan is het zeker goed. Je kanaal is niet doodgek. Gewoon lekker doorgaan. Het ligt niet eens aan je kanaal. Het ligt vaak aan YouTube. Kwartier gaan zie. Hetzelfde als bij Ties. Ik heb er niks anders over te zeggen. Lekker bezig, gewoon familiekanaaltje. Maar wel een goed familiekanaal. In ieder geval goed genoeg. Totally Atopia. Gozer, je moet gewoon lekker doorgaan met je kanaal. En dan komt het uiteindelijk wel goed. Probeer niet te veel te letten op de views die een keer wat minder gaan. Ik weet het, ik doe het zelf ook wel, maar. Ik denk dat we met z'n allen daar gewoon beter niet op moeten letten. En als je dat doet, dan komt het allemaal wel goed, weet je. Rikachu, ik eet steeds de Poketuber. Ik vind Pokémon zelf een superleuke game. En dat jij nog steeds Pokémon maakt. Damn, lekker bezig, gek. Kan er niks anders over zeggen. Jur, oftewel Jurrien. Je gaat lekker met aan zijn knol. Probeer gewoon lekker je kanaal lekker steady te houden. Dan komt het wel goed. Damn, het is moeilijk om zoveel YouTubers allemaal een compliment te geven. En allemaal een uniek complimentje. 100 mensen, dat zijn er superveel. John Quote, in ieder geval bedankt voor die meeting op de Dutch YouTube Gathering. En wat je allemaal in de camera zei. Ik ging stuk, gekke droogkloot. Je bent toch weer verder gegaan met prank. Dus probeer het weer lekker actief te maken. En dan komt het allemaal wel goed. Je eigen kanaal. Probeer echt gewoon jouw uploads redelijk te houden. En niet ineens 4 video's in een uurtje te uploaden. Dat heeft echt geen zin. Probeer het gewoon lekker te verdelen over dagen. Je video's zijn prima. En ik vind ze kwaliteit vol genoeg. Dus ja. ArtosNL. A.k.a. onze bodybuilder. Je gaat sterk houden. In plaats van dik dit keer. Want wat je maakt. Ik vind het al super leuk om te kijken. Creativiteit zit er ook zeker weten in. Niet bij alles. Maar wel bij de veel dingetjes. Dus dat komt wel goed. Maar datzelfde geldt is ook bij John Quote. Ook een bodybuilder. A.k.a. twee bodybuilders onder elkaar. Ilse Kramer. Knap meisje, dat sowieso. Maar ze gaat ook zeker weten lekker op haar YouTube kanaal. Samen met Emma. Super schattig meisje. Emma is iemand met het syndroom van Down. Maar ondanks dat, ik vind wel dat ze daar echt super leuk mee omgaat. En dat ze ook een keer de andere kant laat zien. Van mensen die misschien een Down syndroom hebben. Dat vind ik super knap. Stefan de Vries. Ik weet niet of mensen hem kennen. Gast, je bent ook lekker creatief bezig. En je hebt ook gewoon een leuke autoserie. Ik lekker met de meiden. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Maar je gaat wel lekker. Pelle. Ik onze oude Fortnite theorie YouTuber. Dan, wat ben je hard gegaan het afgelopen jaar? Misschien ga je nou eens steady en dat vind ik nog steeds goed. Maar ineens 50.000 abonnees erbij in een korte tijd. Daar mag je echt trots op zijn, want je begon met 1000. En ik weet nog wel dat je een video had gemaakt over je dode kanaal, die toen maar 100 views hadden. Toen ken ik jou al, en nu ga je super dik. Ook jij had een keer ons geholpen met de opnames. Bedankt daarvoor nog steeds. Joyce John, ik heb er een keer gesproken, grappig vrouwtje. Je moet dat echt niet serieus nemen. Als je dat doet, dan ja, moet je gewoon niet doen. Heeft ze ook al eens een keer tegen mij gezegd. Ze maakt echt allemaal puur voor de grap. En ja, ze gaat er gewoon nog steeds lekker mee. Hier is William. Ook jij had een keer een rooster over ons gemaakt. Damn, ik ging echt stuk om die rooster die je terug had gemaakt over ons. En daarbij, je doet het zelf ook gewoon op je eigen kanaal goed met je parodies. Ga gewoon zo lekker door. Lulu, ik weet niet of mensen haar nog kennen, maar ik ben ook zeker niet vergeten. Ook jij. Bedankt voor je rooster die je toen over ons had gemaakt. Meer kan ik er ook eigenlijk niet over zeggen. QC. Damn, want ik ga echt altijd stuk om jou. Je hebt een fantastische autotune challenge gehouden. Dan heb je dit. Je bent ook wel weer een beetje een meme in YouTube. Op Nederland worden. Maar wel echt een hele leuke meme. Je gaat dikker dan obesitas gewoon. Nee, maar echt. Hetzelfde gaat bij Nessim. Ik vind dat Nessim ook wel super lekker gaat met zijn muziek. Ik zeg heel eerlijk, ik vind QC altijd nog wel net iets beter. Maar Nessim, ook jij. Bravo, gek. Slapstick. Ik onze oude bedrijfsvideo maken. Ja, ik weet niet over wat ik ook moet zeggen. Maar ook jij gaat hartstikke lekker. En ik vind het leuk dat je altijd initiatief neemt voor bepaalde dingetjes. Blijf het ook zeker doen en dan komt het wel goed. Jeroen & Co. De YouTuber die namelijk van bekend en vermomd is. Super toffe serie. Ik ga er echt altijd om stuk. Hoe Snapkin daar in één keer staat of Funke Louise. Je maakt het altijd wel grappig. Mensen noemen jou een stoker, maar dat vind ik niet. Ik vind het juist grappig dat zulke series bestaan. En je hebt veel leuke YouTubers uitgenodigd. Witte Ginger. A.k.a. onze oude pianomaster, onze muziekmaker. Deze muziekmaker doet het wel echt super goed. Realiseer dat even.
hè. Ik vind het echt superleuk. Ik vind echt dat hij gewoon mooie muziek kan maken. Hij kan piano spelen. Een getalenteerde gozer dus. En zijn parodies zijn altijd wel van originaliteit. Stefan Vechter, of ook jij. Je gaat echt hartstikke lekker. Ik weet wel dat je nog een keer een samenwerking had met Leslie. Maar ook superleuk om dat te zien, oude panda. Joey Bravo. Misschien was je ook een faker als Apollo. Maar hoe je nou aan het vloggen bent, ik vind het leuk dat je het op hebt gepakt. En dat je weer een nieuw nummer hebt uitgebracht. Dat nummer vond ik trouwens wel echt hard. In ieder geval dikke vette props daarvoor. En dat je ook al die negativiteit nu achter je laat. En dat je gewoon weer verder gaat. Super tof om te zien. Iedereen verdient weer een kans. Dus ja, jij ook. Hercules TV. Ik weet nog wel dat je een keer een akkefietje had met Sophie Osri. Maar ik denk dat we die ondertussen wel gaan vergeten. Ik vind wel dat je het echt lekker doet op je kanaal. En ik heb wel respect voor je hoe je je video's maakt. Ga gewoon lekker door. Maakt niet uit wat voor publiek je hebt. En ook dat je gewoon lekker bezig bent met fitness. En dat je Paul nu helpt. Dat vind ik ook super tof om te zien. En ook super leuk. D. A.k.a. Body Positivity. Ik weet niet hoe ik het zeg of zo. Maar in ieder geval, het gaat over lichaamspositiviteit. En ik vind dat je er zeker goed mee bezig bent. Die eerste foto's die je plaatst, heb ik dikke respect voor. Het heeft niks met zelfrespect te maken. Je bent gewoon real en je bent wie je bent. Je gaat het allemaal niet gek photoshoppen. En dat vind ik leuk om te zien. Jesse Loef, ook jij. Je gaat super dik op je YouTube kanaal. En ja, probeer je ook niet gek te maken door heel veel mensen. Het komt allemaal wel goed, oké? Het komt zeker weten goed. Myron Talloway, ik weet niet of mensen hem kennen. Maar hij vindt ook zeker weten een getalenteerde gast. Ik vind dat hij het goed doet. Myron, je gaat gewoon nog steeds dik. Ga gewoon lekker door met je YouTube kanaal. En ook bij jou gaat het wel goed komen. En je bent ook origineel. Ik vind het super leuk dat je mij ook een keer had gevraagd om een positiviteitsserie te maken. Is nog niks van terecht gekomen. Maar misschien gaan we nog wel een keertje doen, weet je. Met Leslie had je het al gedaan. Ik vind je in ieder geval een creatieve gast. Mick, ook jij. Ik vind het wel grappig hoe je zoveel doneert aan mensen. Ja, daarbij toch wel een van de originele YouTubers mee. En ik vind het ook leuk dat je dit doet. Te veel gevraagd. Theorie YouTuber van Fortnite. Houd het gewoon lekker vast. Ik vind wel dat jullie nog steeds dik gaan. Dus ja. Als jij gewoon leuke theorieën of leaks kan vinden, gewoon lekker doorgaan. Het is niet mijn content, maar zeker weet voor veel mensen wel. En maak het wel voor de mensen die het leuk vinden, ouwe. Ronald, ook jij. Je gaat een super dik. Je bent echt een goede editor. En ik weet dat heel veel dingen zelf edit. Heel soms doet wel ook wat misschien. Maar alsnog, jouw edits zijn altijd dik en dik. En ze zijn zeker weten on point gewoon. Niet mijn doelgroep, maar voor veel mensen wel. Kai van der Rij of zo. Of Kai van der Rij, ik weet niet hoe ik het zeg. Sorry als ik het nou verkeerd uitspreek. Ook jij, je zit lekker bij Concentrate en je gaat er dik mee. Eerst bij Juice. Jammer dat je ermee gestopt was uiteindelijk. Maar ik snap het wel. Je moet ook uiteindelijk je eigen weg kunnen vinden. En dat heb je zeker weten gedaan. Annie van Beek. Oh my god, onze oude meme master. Leuke memes had je altijd. Of nou ja, ik vond je altijd de meme van YouTube Nederland. Laat het even zo zeggen. Jantastisch. Fantastisch kanaal. Ik weet niet of ik het echt fantastisch vind. Maar ik vind het wel fantastisch dat je super dik support bent van mij. En dat je ook veel mensen support, onder andere die Tim. En dat je ook gewoon eventjes naar hem toe fietst, ondanks het regent. Strijder, ouwe. Even serieus. Ponkers. Wauw, wat hadden jullie toch een indrukwekkende documentaire gemaakt. Ik had ooit wel eens een keer gesproken met Noah Zeel bij Mediakracht. Toen heette het nog Mediakracht. Ik was er nog zelfs langs geweest. Maar ik vond het in ieder geval super leuk om je daar ontmoet te hebben. En je hebt zeker weten nuttige YouTube tips gegeven. En ja, ik heb er zeker weten gebruik van gemaakt. Misschien ben ik wel een beetje te lang bezig. Maar hey, nou ben ik met dit kanaal bezig. En ik stop nooit. Tenminste, tot nu toe in ieder geval niet. Dat is mijn hobby. Met Abi. Creatieve gast. Ik vind het super leuk om Marokkaanse rijles te kijken. En heel veel mensen denken wel. En daarnaast ook die typetjes die je speelt. Onder andere Gerrit, die Turk, ik weet niet hoe die heet. Twan, oftewel, hoe heet die gozer nou ook weer? Hoe doet hij ook allemaal weer? Oh ja, hij praat echt zoals een Nederlandse hooligan, a.k.a. Tokkie, a.k.a. Wowagenkampkokkie. Ja, je snapt wat ik bedoel. Onder die, damn, je hebt veel awards gewonnen, je hebt veel bereikt in je YouTube carrière. En niet alleen maar in je YouTube carrière, gewoon over het algemeen. Lekker bezig, gek. Calvin, ook jij, creatieve gozer, edits zijn altijd on point. En ook altijd video ideeën, ook super erg on point. En je aantal uploads. Je maakt zeker weten genoeg geld mee. Ik kijk nu wel uit naar December, want dan maak je zeker weten drie keer zoveel. Lois Peperkamp, ook super aardig meisje. Ze is misschien niet de relevantste meer op YouTube, maar ik ken haar wel. Ik vind haar echt super aardig en ze is super lief, dus niks mis mee. Hetzelfde bij Kelly Moon Kitty, ook super aardig meisje. Ik heb wel eens een keer gesproken. En ja, ik kan het haar zeker weten en ze gaat ook in ieder geval lekker op Instagram, a.k.a. onze gekke model. YouTube, a.k.a. de gozer die je Mokropark heeft bedacht. Super creatief en daarnaast ook je vlogs. Dat is niet het enige wat creatief is, maar ook gewoon hoe je zelf bent. Creatieve jongen, zit ook bij Funix en dat vind ik ook zeker weten super tof om te zien. Boef, a.k.a. onze gekke rapper, onze gekke YouTuber. Ik vind het super tof om te zien hoe je namelijk je raps op dit moment maakt. Ik luister altijd je tracks en ja, daarnaast heb je ook een YouTube kanaal. Je gaat ook zeker weten dik daarop. Volgens mij is Boef op dit moment wel de meest succesvolle rapper in Nederland. Dus ga ook zeker weten zo door. Dit is Luc, onze Fortnite YouTuber. Die gaat lekker gek. Ik vind het in ieder geval leuk om te zien dat je gewoon lekker Fortnite doet. Tenminste niet voor mij, maar voor heel veel mensen wel. Mitchell Voeten. Ik vind jezelf ook creatief genoeg. Je had misschien een doodkanaal, maar dat boeit helemaal niks. Ik vind wel dat je creatief genoeg bent en je had uiteindelijk een tweede kanaal gestart. Ik heb je al tijdens meer gezien. Of ik ben niet meer gesubbed door YouTube, of je hebt gewoon een tijdje niet geüpload. En die weet je, je doet je opleiding, je bent ook een YouTube vriend van mij. En je gaat nog steeds lekker. Ik heb je al tijdje niet meer gesproken trouwens, maar misschien moet ik weer eens een keertje een DM sturen of zo. En dan komt het wel goed. Maar ja, mijn Twitter is verwijderd, dus dan snap ik wel dat we uiteindelijk het contact hebben verwaterd. Want nou volgen we elkaar niet meer. Misschien moet ik dat maar eens een keer gaan doen. Sydney Schmelch, nice kanaal. Onze stoner. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar hoe jij je video's maakt. Super dope. Joey Kreeg, soms views, soms dood, maar dat maakt niet uit. Het gaat helemaal niet om views. Het is wel leuk om te zien dat je af en toe gewoon leuke video's maakt. React video's, maakt niet uit. Hou wel je kanaal gewoon lekker.
bekken vol. En nou zijn jullie vast benieuwd wie er op nummer 100 staan. Ik ben ook al een beetje uitgeput om 30 minuten lang achter elkaar te ratelen. Ik ga het misschien iets korter knippen. We zijn al 35 minuten bezig. Ik vind mezelf in ieder geval leuk genoeg om video's te maken. En ik vind het af en toe ook wel leuk genoeg om een video terug van mezelf te kijken. Dus ja, daarom zeg ik al, ik vind mezelf leuk genoeg in ieder geval. Arrogant misschien, maar het is wel de waarheid. Op dit moment is mijn camera leeg, maar ik ga die video afsluiten. Of nou, hij is niet leeg, hij zit gewoon vol. En dat snap ik wel na zo'n lange opname. Heb jij genoten? Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan en laat even een leuke comment achter. Bij de 100 likes ga ik ook zoiets bij kijkers doen en dat komt wel goed. Dan zie ik jullie later bij een nieuwe video weer. Tjallas!